Welkom, ik ben Herman te Welen van Slagerij te Welen. Wij willen u vandaag uitnodigen voor een kijkje in ons mooie ambachtelijk bedrijf. Loopt u met me mee? Die worden op bestelling gemaakt. U kunt elk gewenst hapje krijgen. Mooie ambachtelijke vleeswaren die ook zelf gemaakt zijn, komen hierop. U ziet lekkere gevulde eitjes, een grote runderlende met rucola en een lekkere kaas erin. Ja, we hebben heerlijke variëteiten erin. Dit is de kasteelstoof. Die maken we voor het Gelderse landschap. Die doen we dan in jampotjes en die verkopen ze in eigen beheer. We scheppen het zelf in. En dan gaan we nog even 2 uur in de steamer, 100 graden. We koken nog even na. Wat u hier ziet hangen, dat zijn onze verbeterde roodbonte dikbillen. Wij slachten dus zelf, als een van de weinige slagers in Nederland. Wij laten onze beesten minimaal 7 tot 10 dagen gewoon in de been hangen. Rijpen noemen wij dat. En dan wordt hij dus na die 10 dagen wordt hij uitgebeend. En dan hij zoals kant-en-klaar vlees aan de spreider, wat u hier ziet. Wij vacuumeren niks, het gaat gewoon zo naar de winkel toe en wordt verkocht. Hier ziet u nog mooie lammeren. De tijd van de zuiglammeren komt nu weer aan. Mooie zuiglammetjes. Ja, ook weer iets waar je mee kunt specialiseren. Van knakworst, echt een wachtende bereid nog. Ze worden gestopt in schapenstaren, dan gaan ze in de rookkast, een mooie laag rook eroverheen en dan klaar voor de verkoop weer. Wij smeren nu de rauwe hammen in met reuzel. Dit doen wij door het langzaam te laten rijpen. Dat is belangrijk dat het droog procedeert, dat het van binnenuit gebeurt en niet van buitenaf, want dan krijg je een rand erin en dan wordt de ham niet lekker. Dit is een mengseltje van reuzel met een beetje bloem en peper. Alle oneffenheden die maak je nu dicht, er kan nog geen viezigheid meer in komen dan. Nu kunnen ze mooi langzaam rijpen. Wat u hier ziet, het is echt Veluws wild. Wij als Slagerij te Welen zijn daar ook zeer onderscheidend in. Wij hebben het geluk dat we een officiële wilderkenning hebben. Dat houdt in dat het wild hier ook gekeurd wordt. U ziet, dit zijn dus wilde zwijnen, reeën aan de andere kant. Hier hebben we nog een grote edelhert.
hierachter. Echt mooi Veluws wild. Dat maken wij zelf van het Liva-varken, het Limburgs kloostervarken. Een varken wat iets rijper is dan een doorsneevarken, zeg maar. Dit is nu 4 weken oud. En dit gaan we nu weghangen tot ongeveer 5, 6 maanden. En dan zijn ze klaar voor de verkoop. Dit worden de grote rundelenders, die zijn nu nog ongerookt, die hangen in de rookkar en die gaan vanavond de rookkast in. Dit product gebruiken wij voor capaccio.